Yes, een goede aanvraag. Hoe doe je dat? Dat heeft twee kanten. Want je hebt natuurlijk de aanvraag die je zelf schrijft. Maar je hebt ook een commissie. En hoe gaat dat nou in zijn werk in een commissie? Een commissie bestaat meestal uit 3 tot 5 kunstenaars of kunstkenners. Het zijn allemaal professionals uit het vakgebied. Dat kunnen galeriehouders zijn, kunstenaars, critici, curatoren, museumdirecteuren. En die krijgen van tevoren de aanvragen thuisgestuurd. Je moet ze thuis eerst doorlezen en de documentatie bekijken. En ze moeten alle websites van de aanvragers of van de aanvragende instellingen bezoeken. Dus er moet een bredere kennis genomen worden van het werk van de aanvragers. Bij het Mondriaan Fonds, waar ik zelf 4 jaar in de commissie heb gezeten, was dat per vergadering een beetje afhankelijk van de subsidie die werd aangevraagd. 10 tot soms 25 aanvragen. 25 is erg veel. Soms waren het er zelfs minder dan 10. Als je bijvoorbeeld denkt aan een residentie, een buitenland atelier, dan kon het soms gebeuren dat er maar 6 of 7 aanvragen zijn, maar soms ook 25, zoals voor New York, wat een erg gewilde plek is. Bij gemeentelijke en provinciale subsidieronden kunnen het dus zelfs soms 50 aanvragen zijn. Maar dat zijn ook vaak vergaderingen die over meerdere dagen plaatsvinden. Dus dat is enorm veel leeswerk voor een commissie. Dat is wel belangrijk om je dat te realiseren. Want wat vindt de commissie bijvoorbeeld niet fijn? Nou, een commissie vindt hele lange teksten als toelichting op het werk van bijvoorbeeld 6 pagina's of meer, over het algemeen niet fijn, want dat is enorm veel werk. En ik ken kunstenaars die hebben aanvragen gedaan waarbij ze rustig 30 pagina's tekst schrijven. Nou ja, weet je, dat gaat dus echt niemand lezen, dus daar kun je in uitleven, maar dat leest geen commissielid. Dan wordt diagonaal daar doorheen gekeken. Ja, wat commissies ook niet fijn vinden is als ze 6 keer een woordenboek erbij moeten pakken om te begrijpen wat voor termen er worden gebruikt. Dus strooien met moeilijke woorden en kunsttheoretische, modieuze termen, dat is iets wat niet door alle commissieleden geapprecieerd wordt en kan soms ook tot irritatie leiden. En dat wil je niet. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt bij een vergadering van het Mondriaan Fonds. Ja, dat ik 10 keer het woordenboek erbij moest pakken. En dat van die tekst echt was gewoon totaal onbegrijpelijk. En ja, daar werd in de vergadering, in de commissie, hard over gelachen. En dat wil je als aanvrager echt niet. Maar ook het gebruik van clichés als ik werk vanuit mijn intuïtie. Of mijn thema is, het zijn echt bewoordingen die je gewoon beter niet kunt gebruiken. Wat je ook moet realiseren is dat eigenlijk, zeker bij bijvoorbeeld zoiets als voor jonge kunstenaars, is de documentatie altijd doorslaggevend. Dus als je een chaotische documentatie doet met slechte foto's, dan werkt dat heel erg tegen je. Daar moet je echt in investeren. Dat het goede foto's zijn en dat je een heldere documentatie hebt. En wat ook een commissie niet fijn vindt, is als ze de indruk krijgen dat de aanvraag niet speciaal aan hun fonds gericht is. Maar dat het een aanvraag is die eigenlijk een soort standaard aanvraag is en die naar verschillende fondsen is gestuurd. En dat kun je heel snel zien als commissie. En bij het Mondriaan Fonds hebben we bijvoorbeeld komt regelmatig voor dat kunstenaars die een buitenland atelier aanvragen, dat die dan bijvoorbeeld bij 3 buitenland ateliers hebben aangevraagd. Ja, dan denk je van ja, wat is er dan nou zo specifiek aan? Dus dat werkt
vaak tegen mensen. Wat vindt commissie wel fijn? Een korte tekst, een persoonlijke tekst. En daar kom ik dadelijk op terug, van hoe schrijf je in je eigen taal. Van 3 of 4 pagina's, maar 1 pagina is ook voldoende hoor. Hoeft echt niet 3 of 4 pagina's te zijn. Een heldere en begrijpelijke documentatie met goede foto's. Daar kom ik ook later op terug als ik het over de documentatie ga hebben. En een aanvraag die blijk geeft dat je je als aanvrager bewust bent van de specifieke doelen van dat fonds waar je voor aanvraagt. Dus dat is toch altijd goed om eventjes, stel je vraag, doe je een aanvraag voor een boek. En dan heb je heel veel verschillende fondsen waar je daar een aanvraag voor kunt doen. En dat je dan schrijft van, ik weet dat jullie fonds je geïnteresseerd zijn in het onthullen van verborgen geschiedenissen. En mijn project gaat daar toevallig net over, weet je. En dan geef je toch, maak je toch duidelijk dat je in ieder geval verdiept hebt in waar het fonds voor staat. Dus dat is altijd wel van tevoren een hoop onderzoekwerk. Maar ja, als je krijgt er wel geld voor. En commissieleden hebben over het algemeen, is mijn ervaring, de insteek dat ze graag een subsidie verstrekken, maar dat ze ook vinden dat een aanvrager er best wel wat voor mag doen. Nou, een heel belangrijk punt, hoe vind je je eigen taal? Dat is iets waar veel kunstenaars, wat veel kunstenaars moeilijk vinden. Wat heel belangrijk is, schrijf gewoon in de ik-vorm. Schrijf heel persoonlijk. Schrijf vanuit je eigen gedachten en je eigen passies. En probeer het niet onnodig interessanter te maken dan het is. En wat kan helpen om een goede vorm te vinden, is dat je over een langere periode, voorafgaand aan de aanvraag, je gedachten opschrijft. Als zoals je in een dagboek schrijft. Dus gewoon korte notities maken. Gewoon over langere perioden van gedachten die je over je werk hebt. Wat ook heel erg goed kan helpen is als je je laat interviewen door een vriend of een andere kunstenaar. En dan heb je die opnames en die kun je doorlezen en daar kan je dan een tekst uit destilleren. En wat ook belangrijk is, en dat is om 2 redenen, schrijf het liefst in je moedertaal. Dat is de taal waar je je het best in kunt uitdrukken, waar je het meest specifiek in kunt uitdrukken. En het is ook zo, zeg maar, dat ook dat, als je zeg maar als Nederlander een aanvraag helemaal in het Engels schrijft, kan dat er ook toe leiden dat een commissie denkt van, oh, dit is zo'n standaard aanvraag die overal is ingestuurd. Nou, waar wordt nou naar gekeken bij een aanvraag voor een werkbijdrage Jong Talent? Dat is een werkbijdrage die het Mondriaan verstrekt, een fonds verstrekt aan jonge kunstenaars die een jaar na afstuderen, kunnen ze dat afvragen. Dus een jaar nadat ze zijn afgestudeerd, kan een jong kunstenaar een werkbijdrage Jong Talent aanvragen. Tot 4 jaar na afstuderen. Dat is voor een periode van een jaar 19.000 dat je dan krijgt. Maar ik ken ook kunstenaars die dat over 2 jaar uitsmeren. Die hebben bijvoorbeeld een bijbaan die eigenlijk prima te combineren is met hun praktijk. En die smeert het gewoon over langere perioden uit. Bij een aanvraag voor een werkbijdrage Jong Talent is de visuele documentatie bij de aanvraag veruit het belangrijkste. Dat is altijd doorslaggevend. Dus die moet helder zijn en een goed beeld, goed en duidelijk beeld geven van het werk van de aanvrager. Commissieleden weten heel goed dat het cv bij een jonge kunstenaar nog niet heel uitgebreid is. Dat kan haast niet anders. En ze weten ook dat jonge kunstenaars nog niet heel bedreven zijn in het schrijven over hun werk. Dus daar wordt
bij een aanvraag voor werk bij een jong talent niet heel zwaar aangetild. Dan biedt deze regeling van het Mondriaan Fonds, die biedt nog een andere, nog iets anders bijzonders. Eigenlijk twee dingen zijn dat. Ten eerste heb je het zogenaamde mentoring traject waar je gebruik van kan maken als je zo'n beurs krijgt. Daar moet je voor betalen, dat kost €600, maar dat kan je van die 19.000 euro dan makkelijk betalen. En dan krijg je een serie gesprekken en bezoeken van een bekende kunstenaar of curator of schrijver waar je interesse ligt. En waarmee je kan sparren over plannen en over hoe je bepaalde dingen nou moet aanpakken. En die kunstenaars die kunnen vanuit hun lange ervaring je enorm veel goede tips geven. Ik ken een aantal kunstenaars die daar gebruik van hebben gemaakt. Want ik geef zelf les op de HKU bij het eind, in de eindexamenjaren onder andere. En ik onderhoud veel contact met oud-studenten. En ik weet dat een aantal hebben daar gebruik van gemaakt en zijn enorm enthousiast over dat mentoring-traject. Een ander ding wat de werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds heel interessant maakt, is dat je aan het eind van die periode wordt uitgenodigd voor de tentoonstelling Prospects and Concepts, die elk jaar door het Mondriaan Fonds wordt georganiseerd bij Art Rotterdam. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch podium, omdat op Art Rotterdam komt iedereen uit het kunstveld die ertoe doet, die komt er kijken. Ook instellingen die helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in galeriekunst, die komen daar ook kijken gewoon. Maar het Mondriaan Fonds heeft meer stipendia. En, dat was ik helemaal vergeten te vertellen aan het begin. De presentatie die ik heb gemaakt is een beetje toegespitst op het Mondriaan Fonds. Maar er zijn bij heel veel andere fondsen zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Maar ik heb het Mondriaan Fonds gekozen omdat dat op dit moment denk ik voor jullie, voor jongeren, omdat de meesten zijn, begreep ik, vrij kort afgestudeerd. En zijn voor jullie zijn de mogelijkheden bij het Mondriaan Fonds eigenlijk heel interessant. Nou, je hebt ook nog een zogenaamde werkbijdrage bewezen talent. Dat is voor kunstenaars die meer dan 4 jaar zijn afgestudeerd. Dat is een beurs die, dat is uit mijn hoofd, 36.000 euro. En daar moet je 4 jaar mee doen. Zeg maar, de werkbijdrage Jong Talent is 19.000 euro voor 1 jaar. En die is eigenlijk ook bedoeld om ervan te leven. Maar de werkbijdrage Bewees Talent is eigenlijk bedoeld om je beroepskosten daar een bijdrage aan te leveren. Dus er wordt vanuit gegaan dat je zelf in je levensonderhoud voorziet. En dan krijg je een werkbijdrage bewezen. En het gaat dus over een langere periode, 4 jaar. En elk jaar krijg je dan 8200 euro. Dus 8200 euro. Om de kosten van je kunstenaarschap te kunnen dekken of daaraan bij te kunnen dragen. Bij een aanvraag voor een werkbijdrage bewezen talent wordt heel erg gekeken naar je cultureel ondernemerschap. Ik vind dat zelf een vreselijk woord. Maar goed, dat is tegenwoordig heel erg belangrijk, wordt daarover gedaan en naar gekeken. En dat houdt in van wat doet een kunstenaar allemaal om voor zichzelf inkomsten te genereren. En dat kan uit allerlei dingen zijn. Dus zeg maar, het kan zijn dat je je geld verdient met lesgeven, dat je je geld verdient zoals Lola nu met het organiseren van dit masterclassprogramma. Het kan zijn dat je allerlei tentoonstellingen organiseert. Dan kan het soms ook zijn dat zeg maar, de plekken waar mensen exposeren,
de statuur van de plekken waar mensen exposeren minder toe doen. Als iemand heel erg actief is om zelf zijn inkomsten te genereren. En nou ja, goed, dat heb ik hier in een aantal punten zo bij elkaar gezet. Dus waar bestaat artistieke praktijk toch meer dan alleen maar kunstwerken maken? Maar daarmee bedoel ik dan wel de artistieke praktijk, dus dingen die gerelateerd kunnen worden aan het kunstenaarschap. Ja, en dan is het toch ook zo dat, zeg maar, als je als jonge kunstenaar heel succesvol bent geweest, dan wil dat niet zeggen dat je ook in de toekomst nog beurzen krijgt. Dus zeg maar, het actief bezig blijven en continu zelf initiatieven tonen en op zoek gaan naar plekken waar je werk kunt laten zien of op een andere manier je kennis kunt delen, blijft gewoon enorm belangrijk je leven lang. Er was een bepaalde vraag, kan ik me herinneren. Daar is die tweede vraag: hoe actief is de kunstenaar in de afgelopen periode nog geweest? Nou, daar kom ik ook later nog op terug, naar aanleiding van een vraag van een van de deelnemers. Daar wordt wel naar gekeken: hoe actief is de kunstenaar in de afgelopen periode geweest nog als kunstenaar en met het exposeren van zijn werk? Maar alle commissieleden weten ook heel erg goed dat er soms periodes zijn dat spaak loopt, dat er iets gebeurt, weet ik veel. Daar wordt ook rekening mee gehouden, maar daar moet je dan wel ook over vertellen in je aanvraag. Zo simpel is het. Ik ben een paar jaar geleden ben ik gescheiden en dat heeft enorm veel impact gehad ook op mijn werk, waardoor ik gewoon 2 jaar lang heel weinig werk heb gemaakt. Ik heb daar gewoon in mijn aanvraag over geschreven dat het een hele moeilijke periode was. En dat het daardoor gewoon weinig werk maakte, maar dat ik de boel weer een beetje op de rit had gekregen en weer aan de slag was. Ja, in zo'n commissie, dat zijn ook allemaal mensen, weet je, die kennen ook de klappen van de zweep en dat dit soort dingen gebeuren. Ik werd daar niet op afgerekend in mijn aanvraag. Je kunt daar gewoon maar beter eerlijk over zijn hoe dat soort dingen zijn gelopen, dan dat je het niet vertelt en dat een commissie denkt van: wat is hier aan de hand? Nou, er wordt natuurlijk ook gekeken naar nieuwe ontwikkeling in het werk bij een werkbijdrage voor bewezen talent. Dan heb je ook nog de projectinvestering kunstenaar. Dat is een hele interessante beurs, omdat dat is een beurs die kun je aanvragen specifiek voor een project wat begrensd is in de tijd. Ja, daar bedoelen ze mee, dat kan als je een project gaat doen wat maar een maand de tijd wat maar een maand tijd kost om te maken, dan kun je daarvoor aanvragen. Dat projectinvestering kunstenaar bestaat uit 2 delen. Het ene deel, dat is kosten van materiaal die worden gedekt. Daarvoor moet je een offerte indienen. Of een begroting met offertes. En het andere deel, dat heet een zogenaamde tijdsinvestering, tegemoetkoming tijdsinvestering. En dat is €2200 per maand. Nou ja, goed, ik heb zelf bijvoorbeeld een paar jaar geleden een project gedaan, begin dit jaar is dat voor een deel te zien geweest in blok T in Groningen. En voor dat project wilde ik onderzoek doen in depots van een aantal musea, maar ik wilde ook een aantal reizen maken. En ik had een aantal plannen voor werken die ik wilde maken, dus daar zat ook weer offertes aan vast voor materiaalkosten. Nou, dat is gehonoreerd en ik heb dus die reis kunnen maken naar het buitenland en ik heb al die dingen kunnen uitvoeren die ik wilde doen. Nou, is het zo dat bij het Mondriaan Fonds, en dat is ook wel bij meerdere fondsen zo, dat er wordt van tevoren gevraagd naar je plannen en naar een begroting daarvoor, maar je hoeft er geen verantwoording over af te leggen.
Want het Mondriaan Fonds weet natuurlijk heel goed hoe kunstenaars werken en dat tijdens een werkproces plannen veranderen. En dat je soms tot inzicht komt van dat ene werk wat ik wilde maken, nou, dat wil ik toch op een andere manier maken. Dus dat is wel goed om te realiseren dat je daar niet in hoeft door te schieten en heel erg nerveus over hoeft te worden. Even kijken, bij de beoordeling van een aanvraag voor een project, investering kunstenaar, wordt er gekeken van wat is nou het belang en de betekenis van het project binnen de artistieke praktijk van de aanvrager. Hoe ontwikkelt zijn werk zich door dat werk, door dat project of haar werk? Hè? Of, en dat is een beetje, dat kun je ondervangen door op die vraag specifiek in te gaan in je aanvraag. Van dat je schrijft, ja, dit project is voor mij heel erg belangrijk, omdat ik nieuwe wegen wil uitproberen, nieuwe gebieden wil gaan onderzoeken. En nou ja. En wat ook belangrijk is, is de vraag hoe en waar zal het project straks worden gepresenteerd aan een publiek? Dat is een vraag die heel veel fondsen stellen. En die vraag moet je vooral opvatten als dat ze willen dat je daarover nadenkt van tevoren. Ze weten ook dat dingen veranderen. Weet je, je wordt er niet op afgerekend als je hebt geschreven van ja, ik heb afspraken dat ik het project ga presenteren bij Galerie X. En het gaat niet door, dan word je daar niet op afgerekend. Dan hoef je niet het geld terug te betalen. En het geldt voor alle fondsen dat als dat geld eenmaal gegeven is, als je het project hebt gedaan en als door omstandigheden het op een andere plek of veel later wordt gepresenteerd dan wat je gepland hebt, dan word je daar niet op afgerekend. Dan de laatste van de mogelijkheden van het Mondriaan Fonds die ik even wilde aanstippen. Dat is waar wordt naar gekeken bij een aanvraag van een gastatelier in binnenland of buitenland. Zogenaamde residentie. Dat is heel interessant om dat te doen. Ik heb zelf ooit een residentie in Parijs gedaan in Atelier Holzboer. Dat was een atelier van het Mondriaan Fonds. En soms biedt zo'n atelier, is een atelier en dan ga je je eigen programma in uitvoeren, maar er zijn ook residenties waar aan het atelier gesprekken met curatoren zitten gekoppeld of nog een heel programma. Er zijn ook residenties die een heel specifiek artistiek gebied bestrijken. Dus er zijn residenties die gespecialiseerd zijn op sculptuur. Er zijn residenties die zijn gespecialiseerd op performances of op film. Enzovoort. Nou, bij een aanvraag voor een gastatelier wordt sterk gekeken naar het werkplan. En daar wordt er heel erg naar gekeken van waarom is het, zeker bij een buitenland atelier, waarom moet dit project hier worden uitgevoerd, bij deze residentie worden uitgevoerd. En het is goed als je daar een antwoord op kunt geven, want als je daar geen antwoord op kunt geven, dan denken ze van ja, dat kan dan overal. Dus ik heb zelf voor dat atelier in Parijs deed ik onderzoek, wilde ik onderzoek doen in de depots van Musée d'Histoire Naturelle. En ik wilde onderzoek doen naar de culinaire traditie in Frankrijk en de jacht. Nou, er waren allemaal dingen waarvoor ik in Parijs op een heel goede plek zat. Zeker voor dat Musée d'Histoire Naturelle moest ik natuurlijk in Parijs zijn. En nou, dat is ook allemaal gelukt om daar aan te kunnen werken. Even kijken hoor, wat zijn er nog meer voor vragen? Waar onderzoek worden er? Ja. Nou ja, wordt er ook gekeken wat gaat de kunstenaar straks doen om het project met een publiek te delen. En dat is eigenlijk bij alle fonds tegenwoordig een soort standaard vraag. Van ja, we geven wel geld, maar we willen niet dat het werk dan in het atelier blijft. We willen dan wel dat het gedeeld wordt met een publiek. Oké.
hoe ziet dan een aanvraagformulier eruit? Nou, dan kan ik je dat van een Mondriaanfonds laten zien. Voor mensen die vanuit een iPhone werken, die moeten dan wel dicht op hun scherm gaan zitten, want het is een beetje klein. Maar het ziet er zo uit. Dat moet je online invullen. Dus of je man bent of een vrouw, je voorletters, je naam enzovoorts. Burgerservice nummer, je adres, website, e-mailadres enzovoorts. Dan is het tweede blad of je de Nederlandse nationaliteit hebt, welke discipline. Nou, ik ben een kunstenaar, ik werk multidisciplinair en daar vul ik gewoon beeldende kunst in, dan moet je het zelf maar uitzoeken. Waar je je opleiding hebt gevolgd. Dat zijn allemaal formele dingen. En dan kom je hier met allemaal ingewikkeldere vragen. Of je alleen werkt of in samenwerkingsverband. Nou, dan krijg je dingen en dan moet je dingen uploaden. Dus je, van tevoren maak je aanvraag gewoon in Word aan. En die moet je dan per onderdeel exporteren als PDF. En die upload je als PDF. Dus de toelichting op je werk, je CV, je werkplan en je presentatieplan. De visuele documentatie moet je weer via een andere link uploaden, want dat is meestal wat groter. En dan moet je een aanslagbiljet inkomstenbelasting erbij doen. En dan zijn er nog een aantal andere vragen bij zogenaamd de effectmeting. En of je met de galerie werkt, nee, dat soort dingen. En bij de effectmeting, dat wordt gevraagd omdat dat voor het Mondriaanfonds zelf in hun verantwoording naar het Rijk toe hele belangrijke vragen zijn. Dus het is voor kunstenaars belangrijk dat ze dat invullen, want het is voor kunstenaars belangrijk dat het Mondriaanfonds en andere fondsen dat die blijven bestaan. Nu is het Mondriaanfonds wordt gefinancierd vanuit het Rijk, dus die moet echt verantwoording afdragen. Het zal misschien bij andere fondsen anders liggen. Nou ja, dan moet je dat digitaal ondertekenen. En dat was het dan. En dan gaan we nu naar de dingen. Maar dan stop ik even tussendoor. Om even te vragen. Dan moet je of jullie je microfoon aanzetten. Yes, great. Yes, because we actually have three questions. So maybe I can redirect this and the people that ask and can ask them. So, Jovana Stulik, you asked the first question, so you can now ask Luke about it. Hi, kan je me horen? Ja. Ja, hi. Ik heb wel eens wat tips gehad bij het aanvragen voor Mondriaan Fonds Jong Talent. Ja. Dat het goed kan zijn als je iemand vraagt die of met je meeleest, of de aanvraag voor jou typt. Maar is dat wel of niet goed om te doen? Nou, het is wel zo dat het heel goed is om het aan iemand anders even te laten zien als je klaar bent. Ja. Maar ik denk juist dat het ontzettend belangrijk is dat je in je eigen woorden schrijft. En ik weet dat er bureaus zijn die aanbieden een aanvraag voor je te schrijven en daar geld voor verdienen. Maar ik raad mensen dat altijd af. Oké. Okay. Ja, ik raad je dat echt af. Want als commissie wil je gewoon kennis maken met iemand. Je wil echt iemand ontmoeten in zo'n aanvraag. Ja. En daarom is het belangrijk dat je in je eigen woorden schrijft en je eigen taal gebruikt. En dat is voor iedereen anders. Ja, oké, duidelijk. Dankjewel. Ja. Anna, you were the second one that wanted to ask a question. Yes. Hi, Luc. Hi. Ik wilde vragen, stel je hebt vooral in andere disciplines gewerkt. Dus ik ben schrijver en journalist en researcher. En ik heb ook op organisationeel niveau op
verschillende kunstprojecten meegewerkt. En stel, ik wil een aanvraag doen voor een kunstproject. Staan fondsen daarvoor open? En zo ja, wat willen zij dan lezen, wat ik daarin schrijf? Ja, daar staan fondsen wel zeker voor open. Want je bent dan een bemiddelaar, zoals het heet. En ik weet dat er bij het Mondriaan Fonds zijn er beurzen voor bemiddelaars. Ja, wat willen ze dan lezen? Gewoon eigenlijk hetzelfde. En gewoon een goed plan. En ze willen lezen een cv wat je in het verleden gedaan hebt. En dan willen ze natuurlijk ook weten vanuit het plan, met welke mensen wil je dat plan gaan uitvoeren? Wat voor onderzoek wil je daarvoor gaan doen enzovoorts? Maar zeg maar, als we met deze vragen ronde klaar zijn, dan ga ik naar het invullen van zeg maar die aanvraagformulier. En dan zal ik ook hier eventjes nog verder op ingaan bij zeg maar, toelichting op werk. Kijk, ik kan me voorstellen ook bijvoorbeeld dat zoiets als presentatieplan is dan belangrijk. Maar er zijn voor bemiddelaars, ja, het zijn heel veel mogelijkheden. Ja. En ook niet alleen bij het Mondriaan Fonds, hè, want ik kan me herinneren dat vragen die ik van jullie van tevoren heb gelezen, dat iemand schreef dat hij een fondsenboek had aangeschaft waar heel veel fondsen in stonden. En hoe vind je nou het goede fonds? In het fondsboek staan heel veel fondsen die ondergebracht zijn bij het Prins Bernhard Fonds. Dus als je dan aanvraagt bij dat fonds, dan komt het gewoon bij het Prins Bernhard Fonds terecht. En als je aanvraagt bij het Prins Bernhard Fonds, dan bepaalt het Prins Bernhard Fonds bij welk fonds jouw aanvraag wordt voorgelegd. Nou zitten niet alle fondsen zijn aangesloten bij het Prins Bernhard Fonds, want bijvoorbeeld, ik weet dat je voor, als je een publicatie wil maken, dan heb je verschillende fondsen die daar niet bij zijn aangesloten. Het Jaap Hartenfonds en in Utrecht heb je bijvoorbeeld het KF Heijn Fonds, wat zich specifiek richt op cultuur in de regio Utrecht en provincie Utrecht. En dat is ook niet aangesloten bij het Bernhard Fonds. Ja, dat is, als je daar moet je dan echt even gewoon in gaan duiken. Dat kost gewoon tijd, maar daar moet je echt in duiken. Het is ook heel moeilijk soms om van tevoren te horen van ja, bij welke fondsen moet ik zijn voor mijn project. Dat is echt gewoon werken om erachter te komen. Een andere manier is er gewoon niet. Ja. Dankjewel. Ja. Jorien had a next question. Yes. Hallo. Ik heb een vraag over het formulier. Ja. Want op een gegeven moment staat er dat je in moet vullen of je gaat, of je gaat samenwerken met iemand. Ja. En ik vroeg me af, kan je dan ook een fonds aanvragen als collectief bijvoorbeeld? Jazeker. Oké, okay, dus dan vul je het in als collectief en niet als... Ja, maar daar zit wel een addertje onder het gras. als je zo een aanvraag gaat doen, dan raad ik je aan om daarover contact op te nemen met de Mondriaan Fonds. En dat raad ik sowieso jullie allemaal aan, dat als jullie ergens een subsidie willen aanvragen, hoe communicatiever je jezelf opstelt, hoe beter. Als je een vraag hebt, bel gewoon op. Het zijn geen boemannen. Ze hebben die subsidies om graag mensen kunstenaars te helpen. En dat geld, dat moet zijn weg vinden. Ze hebben niet de insteek dat dat geld op de bank moet blijven staan. Anders waren ze niet een fonds begonnen. Dus help je gewoon graag. En ook inhoudelijk met vragen. Als je een specifieke vraag hebt, bel gewoon op. Wat ik me afvraag bij als je als een collectief aanvraagt, of je dan als collectief 19.000 euro krijgt. Terwijl je als collectief misschien wel
twee of drie keer 19.000 euro zou willen. Dus het kan ook zijn, wat zij bedoelen met dat samenwerkingsverband, dan moet je denken aan Gilbert en George. Hè, die echt samen dat werk maken. Oké. Okay. Of Inge en Martin van Riebeek, die nu in Stedelijk Museum Breda een prachtige tentoonstelling hebben. Die maken echt samen dat werk. Maar als je als kunstenaars collectief, zeg maar, opereert, maar wel ja, soms wat tentoonstellingen samen maakt en misschien soms incidenteel samenwerkingen aangaat, dan kan je heel goed gewoon individueel aanvragen. En dan is het wel positief om in je aanvraag te noemen dat je ook als collectief werkt en dat je soms ook samenwerkt en dat soort dingen. Oké. Ja? Okay. Thank you. En Linde heeft de laatste vraag. Ja. Ja. Ik ben nu de aanvraag voor Jong Talent voor het Mondriaan Fonds aan het doen. Ja. En ik heb van een aantal collega's, zeg maar, die hem toegekend hebben gekregen, heb ik de aanvragen gelezen. Ja. Maar ik vind de toelichting op het werk en het werkplan niet heel duidelijk wat het verschil daartussen is. Nou, de toelichting ook. Ja, dat zal ik je uitleggen. Ja. Als het goed is. Ja. Toelichting op het werk. Toelichting op het werk, dat gaat over het werk wat je in het verleden hebt gemaakt. Ik zal je dadelijk laten zien hoe ik denk dat een toelichting op een werk goed eruit ziet. Mm-hmm. Dus dan schrijf je gewoon hoe je werk tot nu toe zich ontwikkeld heeft. Wat je hebt onderzocht. Wat je uitgangspunten zijn. In welke disciplines je hebt gewerkt. Al dat soort dingen. En in je werkplan schrijf je wat je wil gaan doen van het stipendium. Dus hoe je de plannen die je hebt naar de toekomst toe. Kijk, iedereen heeft natuurlijk dat je op een gegeven moment denkt van, goh, ik wil dat eens onderzoeken, of ik wil daar verder mee, of ik wil daar dieper in duiken. Ja, en misschien is het ook zo dat je gewoon bepaalde apparatuur nodig hebt. Dat is voor een, dat kan ook, als het heel specifiek is, kan dat een belangrijke reden zijn. Ja. Als je, stel je dat je werkt op een oude pc en je maakt videofilms en die pc trekt dat niet meer. Nou, dan moet je dat vooral in je aanvraag schrijven, dat het echt gewoon heel erg hard nodig is dat je een goede computer kan kopen. Ja. Maar het werkplan is wel iets wat vooral ook goed is als dat inhoudelijk onderbouwd is. Ja. Oké. Okay. Ja, soms leek het namelijk alsof de toelichting op het werk meer een soort artist statement was. Ja, nou daar. En daardoor raakte ik een beetje in de war. Ja, maar zo'n, ik denk ook dat het goed is om in je toelichting te beginnen met een artist statement. Maar dat zal ik ook dadelijk even laten zien. Maar je moet je ook realiseren dat niet elk artist statement is geschikt voor een aanvraag. Ja. Er zijn ook artist statements die schrijven in een kunstenaarsboek. Een gedicht of zo, weet ik veel. Maar dat moet je echt niet gaan insturen bij een aanvraag. Ja. Het kan er heel artistiek uitzien, maar daar kan een commissie niks mee. Ja. Oké. Okay. Dank. Oké, dat waren de vragen. Nou, dan ga ik nu verder met, ga ik weer share. En dan gaan we verder. Even kijken. Ja, toelichting op je werk. Nou, ik heb het als punten zo onder elkaar gezet. En ik zal het. Ik denk dat het goed is als je heel kort gewoon schrijft in welke discipline je werkt. Ik maak schilderijen en tekeningen. Of ik maak videofilms en performances. Of ik werk in de sociale ruimte.
En dan, wat zijn de inhoudelijke uitgangspunten van je werk? En dat zou een artist statement kunnen zijn. Dat kan zijn, wat fascineert je gewoon? Zijn mensen die zeggen, ik ben gefascineerd in verborgen geschiedenissen. Ik wil verborgen geschiedenissen over de slavernij, ik noem maar wat. Ik noem maar een dwarsstraat. Die wil ik bekendmaken. Dus ik begin altijd met archiefonderzoek. En dan ontstaat daar werk uit. Dat zijn inhoudelijke uitgangspunten. En wat heel goed werkt daarna, is dat je aan de hand van voorbeelden uit je werk laat zien hoe dat tot stand is gekomen. En dus eerst heb je artist statement, schrijf je van het voorbeeld wat je net noemde. En daarna heb je een performance gedaan met een aantal mensen uit andere culturen, waarbij je wilde reflecteren op het slavernijverleden. Ik noem maar een dwarsstraat. Is dat een werk wat ontstaan is en wat een duidelijke relatie heeft tot de artistieke uitgangspunten. En wat ik ook mensen aanraad, is om dan ook al meteen in de tekst een afbeelding toe te voegen. Dan heb je een plaatje bij een praatje, zoals ze vroeger zeiden. Omdat je moet je realiseren dat een commissie leest vaak eerst de aanvragen en gaat daarna de documentatie bekijken of andersom. En dan is het goed als er al een plaatje in staat wat of weer refereert aan het werk wat ze gezien hebben eerder, of dat ze al een plaatje zien en naar het werk wat ze later gaan zien. En hier schrijf ik ook al, heb ik ook al geschreven, dat is een artist statement, zoals je dat bij een kunstenaarsboek zou schrijven, niet altijd geschikt is om in een aanvraag te schrijven. Het is dus echt wel dat je gewoon, ik zeg wel eens tegen mijn eigen studenten, hoe leg je je tante, die helemaal niks van kunst weet, uit wat je aan het doen bent. Maar ze is wel heel geïnteresseerd en ze is heel serieus. En ze leest wel boeken en ze is op de hoogte van alle nieuws in de wereld. En dan kan je zo'n tante echt heel goed uitleggen wat je aan het doen bent. Ook als je abstract werk maakt of ook als je in je werk reflecteert op de oneindigheid van het landschap. Als equivalent van de eenzaamheid van onze ziel of zoiets. Goed, volgende. Dan is dit mijn eigen aanvraag. Dus, ik begin met mijn oeuvre omvat uiteenlopend werk. En dan schrijf ik heel kort de disciplines waar ik in werk. Daarna is dit stuk, zeg maar, dat zijn de inhoudelijke uitgangspunten van mijn werk. Ik ben geïnteresseerd in hoe wij de wereld vastleggen in schaalmodellen en afbeelding en registers en tabellen en telkens ordenen enzovoorts. Hoe werk ik? Ik werk veel met gevonden materiaal, maar ook met foto's die ik zelf maak en materiaal dat ik uit archieven haal. Hoe dat werk ontstaat. En dan vervolgens, omdat ik namelijk in verschillende disciplines werk, deel ik mijn aanvragen altijd in hoofdstukjes. En dat is ook aan te raden als je bijvoorbeeld zegt van ik maak tekeningen, ik maak schilderijen en ik maak ook nog sculpturen. Breng dat onder in hoofdstukjes. Maakt het voor een commissie makkelijker te begrijpen wat de onderlinge verbanden zijn. Ik heb dus dat artist statement in het begin geschreven. Dan ga ik over mijn kunstenaarsboeken schrijven, want dat is een belangrijk onderdeel van mijn artistieke praktijk. En dan schrijf ik over een aantal recente kunstenaarsboeken en hoe die tot stand zijn gekomen. En dat schrijf ik niet letterlijk naar mijn artist statement toe, maar ze kunnen wel lezen erin van ja, dat komt voort uit een bepaalde manier van werk. Um,
dan omdat dit een aanvraag betrof over van werkbijdrage bewezen talent, schrijf ik over ruimtelijke collages. Dat is een nieuwe ontwikkeling in mijn werk. En hoe dat tot stand gekomen is. Dus het tweede hoofdstukje. En we hebben ook weer, oh nee, dat is bij het volgende. Dus hier plaatjes in, ruimtelijke collages niet. Maar het derde hoofdstukje heet Dwalen en Verdwalen. Dat gaat over het project The Importance of Wandering, wat ik in blok C heb laten zien. En heb ik dan ook weer twee plaatjes toegevoegd. En is voor een commissielid. Want ik deed dit voordat ik zeg maar bij het Mondriaan Fonds werkte, deed ik dat niet. Ja, schreef ik alleen maar tekst. Maar doordat ik daar een paar keer heb gezien dat mensen dit deden en ervaarden hoe prettig dat lezen was van een aanvraag, ben ik dat zelf ook gaan doen. En dan een kort stukje over de nieuwste dingen. Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet, schrijf ik dan. Ja. En dan de cv. Hoe schrijf je een cv? Chronologisch, maar in omgekeerde volgorde. Dus het laatste, je laatste tentoonstelling komt bovenaan. Want de laatste tentoonstelling is het belangrijkste. En dan ook dat verdeel ik onder in kopjes. Dus eerst komen alle solo tentoonstellingen. Dan alle groepstentoonstellingen, dan de residenties, of die je hebt gecureerd, of dan publicaties, overige activiteiten en de belangrijkste verkopen. Oh, sorry. En wat heel belangrijk is, wat ik altijd wil zeggen bij, voor een aanvraag jong talent, noem bij werkervaring alleen dat wat echt relevant is voor je kunstenaarspraktijk. Dus dat je werkervaring bij de HEMA hebt, dat geloven we allemaal wel, maar dat heeft niks te maken met je kunstenaarschap. Maar als je bijvoorbeeld werkervaring hebt bij een museum of bij een festival of een kunstenaarsinitiatief, dan is dat heel positief om wel te noemen. Of als je schrijft voor een magazine of weet ik veel, dat soort dingen. Nou, dat ziet er dan zo uit. Dus upcoming, tentoonstellingen die gepland staan, solo tentoonstelling, tentoonstellingen die ik gecureerd heb, die heb ik erbij gezet, omdat dat is voortgekomen uit een installatie die ik in Kunstvoort bij Vijfhuizen heb gemaakt. Alleen is dit een historische tentoonstelling geweest, maar die ik wel als kunstenaar heb gemaakt. Nou, groepstentoonstellingen, publicaties, overige activiteiten. En dan belangrijkste verkoop en stipendia. Het is ook altijd handig om te noemen, als je wat verder bent, beurzen die je in het verleden hebt gekregen. Dan het werkplan. Dat is heel grappig. In Nederland heet dat werkplan. En in het Engels, op de site van het Mondriaan Fonds, heet dat a rough work plan. En dat dekt de lading veel beter dan een werkplan. Want het gaat om wat je wil gaan doen. En je hebt het nog niet gedaan en misschien verander je plannen wel. En ik heb altijd, als ik een beurs indien, meer plannen dan ik weet te realiseren. Hoe is het plan ontstaan? Dat bedoel ik eigenlijk vanuit het werk wat je daarvoor hebt gemaakt. Hè? Dus zeg maar, ik maakte al schilderijen van landschappen en nu wil ik zeelandschappen gaan schilderen, want weet ik. Ja, yeah. Dus inderdaad, hoe ontstaat het plan en waar komt het uit voort? Hoe wil je het project aanpakken? En wat hoop je in artistieke zin met het eindresultaat te bereiken. Hè? Dus je hebt een soort droom van ja, waar je naartoe werkt, wat je voor elkaar wil zien te krijgen of zo. Nieuwe gezichtspunten, nieuwe terreinen wil verkennen, nieuwe
disciplines wil, mee wil werken of zo, ik noem maar wat. Hè. Dus dat kan allemaal daar onderdeel van zijn. Je hoeft het niet over te schrijven, deze zinnetjes hoor, trouwens, want je krijgt een handout waar het allemaal in staat later. Als je vragen hebt, is het wel goed om op te schrijven. Nou, dit is mijn werkplan. Oh, sorry, ik ga een beetje aan de... Nou, kijk, de eerste zin schrijf ik gewoon wat ik wil gaan doen. De projectinvestering wil ik gaan gebruiken voor onderzoek en voor productie van nieuw werk. Nou, dat schrijf ik eerst over afgelopen jaren, hoe de aanzet tot dit plan is ontstaan. En dan schrijf ik ergens dat ik onderzoek wil gaan doen in depots van musea en in archieven naar bepaalde vormen. Ja, in dit geval was het naar zogenaamde diafanorama's. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar een diafanorama, dat is een panorama geschilderd op glasplaten die achter elkaar staan en waar een lampje af te branden of een kaarsje vroeger. Dat is een techniek die ze in de 18e eeuw zijn gaan toepassen. En daarmee dachten ze in die tijd de werkelijkheid nog dichter te kunnen benaderen. Het is een totaal obscuur iets, maar ik vind het ontzettend interessant. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in diorama's en speelgoedtheaters. Dus daar wilde ik onderzoek naar doen. En, nou ja, goed, dan... Oh, sorry. Dan schrijf ik verder hier nog op. Concreet wat ik wil gaan doen. En hier staat bijvoorbeeld een verhaal dat toen ik dit plan indiende, toen had ik ook het... Want dit, sorry, even terug. Dit werkplan betrof een project over dwalen en verdwalen in de bergen. En ik wilde berglandschappen gaan maken en daar wilde ik een heel groot project rond maken. En dat is ook gebeurd. Maar een van de dingen die ik in het plan had geschreven was dat in het museum in mijn stad hier in Haarlem, het Tijlers Museum, ligt het topje van de Mont Blanc. In 1787 is meneer Benedict de Saussure, een geoloog, de Mont Blanc opgegaan, heeft het topje afgehakt en heeft dat later verkocht aan een museum. En daardoor ligt dat topje in het Tijlers Museum. Ja, dat is natuurlijk totaal absurd iets. Dus ik wilde daar ook iets mee doen. Ik wilde daarmee aan de slag. En toen hoorde ik ineens dat er al een andere kunstenaar was geweest die dat had gedaan. Ja, en toen ging ik dat natuurlijk niet meer doen. Dus toen heb ik dit onderdeel van het project geskipt. Ja, zo gek kan het lopen. Oké, presentatieplan. Heet in het Engels ook a rough presentation plan. Nou, heb je al afspraken misschien? Of ideeën waar en hoe je het werk straks wilt tonen aan het publiek? En er staat ook bij, specifiek hoe je het werk straks wil laten zien. Want het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een plan hebt waarbij je een werk wil maken wat in abris in de openbare ruimte getoond moet worden. Dus het hoeft niet in een museum te zijn of in een galerie. Het kan overal zijn. En, nou ja, goed. Maar wat zijn je ideeën daarover? En heb je daar al contacten over gelegd? Of, en tegelijkertijd weet ook het Mondriaan Fonds en andere fondsen ook dat gedurende de periode dat je zo aan zo'n project werkt en daarna, dat het altijd kan veranderen. Maar ze willen dat je hier wel over nadenkt van tevoren en niet pas als het project klaar is. En dat is ook heel goed, vind ik. Ik vind het ook belangrijk dat je gewoon, als je aan een project begint, meteen ook gaat nadenken van waar wil ik dit laten zien. Nou, dat is dan het presentatieplan. Nou, ik had in die tijd bijvoorbeeld net Museum Voorlinden op mijn atelier gehad. En tussen ons gezegd en gezwegen, want je mag dat niet verder vertellen.
Die waren heel geïnteresseerd in het project, maar die zijn er later nooit meer op teruggekomen. Maar dat wist ik toen nog niet, toen ik die aanvraag deed. Dus dat is helaas niet doorgegaan. Nou ja, enzovoort. En dan krijgen we de visuele documentatie, wat heel belangrijk is, en de documentatielijst. Nou, wat ik net al zei, dat is ook zeker iets wat je moet van tevoren moet laten zien aan vrienden en kunstenaars en misschien mensen die helemaal geen verstand van kunst hebben, van kunnen ze een beetje hout te maken van wat je bij elkaar hebt gedaan. Hoe begrijpelijk is je documentatie? En hoe begrijpelijk zijn ontwikkelingen? Wat kun je doen? Nou, orden het werk in hoofdstukjes. Schilderijen, tekeningen, performances, ik noem maar wat. En als je werkt in projecten, doe het dan in projecten. Eén voor één. Nou, wat ik al schreef van toets de documentatie van tevoren. En maak een heldere en overzichtelijke documentatielijst met daarin de benodigde gegevens zoals formaat, techniek enzovoort enzovoort. Dat ziet er dan zo uit. Het nummertje correspondeert met een nummertje wat je dan in je presentatie toevoegt. Ik maak zelf mijn presentaties altijd in PowerPoint, die ik daarna exporteer als PDF. En in PowerPoint kan je dan van linksonder in beeld kan je een nummertje zetten. Nou, en dan weet je dat nummer 1, dat zijn Bloemen en Baum Studie. En nummer 2, Le Beaufrie de Picasso. Eerst kunstenaarsboeken, dan de collageseries. En dan The Importance of Wandering. En tot slot tentoonstelling blok C. En nou komt er iets spectaculairs. Zeg maar zelf. Namelijk, het Mondriaan Fonds vraagt om maximaal 20 afbeeldingen. Maar ik doe er altijd lekker veel meer. Want ik werk in series. En als ik een serie maak van 40 collages en ik kan daar maar de helft van laten zien, kan ik geen beeld scheppen van het werk wat ik maak. Dus ik stuur altijd veel meer afbeeldingen in. Dit is mijn visuele documentatie. Zo doe ik dat. Kunstenaarsboeken. Oh, wacht even, er gaat iets fout. Ja. En zo doe ik dan 6 afbeeldingen van het kunstenaarsboek bij elkaar in 1 plaatje. En linksonder staat een nummertje, 1. Kunnen ze een correspondentielijst lezen. En dan krijgen ze toch een indruk van het kunstenaarsboek. De tweede weer, 6 plaatjes, Le Beaufrie de Picasso. Dan een bibliotheektentoonstelling die ik in het Van Abbe Museum had. Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw ook om dat te doen, maar dat is toch ook om vooral te laten zien dat ik mijn werk op een goede plek heb laten zien. En je moet alles inzetten om die commissie over de streep te trekken. Dus 2 fotootjes van de bibliotheekpresentatie in het Van Abbe Museum erbij. Dan de collageseries. Ook weer 6 bij elkaar. Want ik beschouw zo'n serie als 1 werk. Dus ik verkoop zo'n collage ook niet per stuk. Als mensen er eentje willen kopen, dan moeten ze een hoop geld betalen. En dan krijgen ze er 39 andere ook nog gratis bij. En dan hebben ze de hele serie. En dit is ook 1 serie. En dit is een werk dat is nu te zien in het Frans Hals Museum. Dat zijn 2 ruimtelijke collages. En daar doe ik dan ook nog 4 plaatjes van details bij. Het is 1 werk. Dus ik laat 20 werken zien. Maar ik ga dus wel veel meer plaatjes in. Dit is dan een nieuwe collageserie. New Species from Mixed Genes. Can you eat them? Zo heet het werk. Hoort er ook nog bij. En dan The Importance of Wandering. Eerst de boeken.
Dit zijn allemaal unieke boeken. Kijk, we zijn pas bij werk 8 nu, terwijl je al veel meer plaatjes hebt laten zien. Dit is werk 9. Weer een uniek boek. Dit ook. Dit zit in dat boek. Dus dit en dit is hetzelfde werk. Dit is een werk. En dit ook. Hetzelfde werk. En dan collage series. En dan doe ik er ook weer 6, want dit is een werk dat bestaat uit 10 collages. En dat is één werk. Dat kan je niet lostrekken van elkaar. Dit zijn 5 collages, dus ook 1 werk. Dit zijn 4 collages, dat is ook 1 werk. En dit zijn er 4. Dit zijn 4 verschillende werken, maar goed, af en toe moet je vals spelen. En dit is dan ook weer werk. En dit zijn dan foto's. Oh ja, het zijn ook collages en er zijn teksten ingeplakt. En dit zijn dan schilderijen. En dit ook. En dan de tentoonstelling. Kijk, steeds nummer 22 is het, want het is gewoon de tentoonstelling. Ja, zo doe ik dat. En dat is natuurlijk heel brutaal. En ik doe het misschien een beetje overdreven soms. Maar ik denk dat als je in series werkt, dat het gewoon goed is om verschillende beelden in één plaatje te combineren. En dat als één werk te presenteren. En als je dat op een slimme manier doet, kan je gewoon toch goed en uitgebreid je werk laten zien. En dat geldt ook bij andere fondsen waar je maar 10 plaatjes soms mag insturen. Moet je het ook absoluut op die manier doen. Dan komen we bij de begroting. Hoe maak je nou een begroting? Ja, eigenlijk is dat altijd lastig. Je moet gewoon... Een begroting bestaat eigenlijk uit 2 dingen. Er was een van jullie heeft de vraag voorgelegd van of je... Die werkt voor een festival en doet begrotingen voor een jaar. Met allerlei verschillende onderdelen. En of je dan de reiskosten bijvoorbeeld kan elke keer apart moet berekenen of samen moet berekenen. Ja, dat is best lastig, want dat zijn vaak kosten die als een soort standaardkosten worden gerekend. Dus die moet je dan in 1 bubs bij het... bij het jaarprogramma gaan rekenen. En die hoef je dan verder ook niet te specificeren. Daar moet je dan gewoon een soort standaard bedrag voor nemen. Bij het Mondriaan Fonds is het zo, als je bijvoorbeeld een projectsubsidie aanvraagt en je wil onderzoek gaan doen in Nederland en in het buitenland, dat je de reiskosten in Nederland niet kunt opvoeren als kosten, want dat wordt beschouwd als soort standaardkosten. Je kunt wel de reiskosten voor het buitenland opvoeren, want dat wordt dan weer als extra kosten beschouwd. Ja, het is een beetje vreemd, maar daar hebben alle, of daar hebben veel fondsen soms hun eigen ding in. Maar wat je in ieder geval wel altijd kan opvoeren, dat zijn voorbereidingskosten, onderzoek. Wat je moet doen als je daar kosten voor moet maken, althans als je boeken moet aanschaffen daarvoor, of als je daarvoor een reis moet maken, dat soort dingen, moet je wel specificeren, maar dat valt onder voorbereidingskosten. Nou ja, materiaalkosten is duidelijk, lijkt mij. Daar valt alles onder wat je voor een project aan materiaalkosten moet maken. Alles wat je kunt bedenken, kun je daarop opvoeren. Dan apparatuur wat je nodig hebt. Stel, je moet specifieke apparatuur aanschaffen. Een camera met een hoge resolutie of zo, weet ik veel. Ja, dan kun je dat daarvoor opvoeren. Dan is er dus bij het Mondriaan Fonds die financiële tegemoetkoming in tijdsinvesteringen. Dus dat is en er zijn meer fondsen waarbij je een soort bedrag kunt rekenen voor tijdsinvestering. Soms betekent het wel dat je dan eerst een stichting in het leven moet roepen.
En dat je dan als stichting jezelf kunt inhuren. En dan kun je jezelf ook een honorarium geven voor de tijdsinvestering. Maar dat is een beetje een technisch iets. Maar soms kun je, er zijn sowieso ook fondsen trouwens, waar je alleen als stichting kunt aanvragen. En niet als individuele kunstenaar. Dan is het wel handig om altijd een soort post onverwacht op te voeren. Vroeger was dat heel normaal. Tegenwoordig is dat niet meer altijd, wordt dat niet altijd meer geaccepteerd. Vroeger was het heel normaal om daar 10% voor te rekenen. Nou, dat wordt echt niet geaccepteerd meer. 5% is echt wel het maximum voor onverwacht. Dan moet je aangeven wat je eigen investering is. Want er wordt verwacht dat je altijd zoiets van 10% zelf betaalt. Of via crowdfunding bij elkaar harkt, zou ik maar zeggen. En dan moet je offertes meesturen. Alle offertes die je kunt opvragen. En dat geldt voor apparatuur en materiaalkosten bijvoorbeeld. En heel af en toe voor een reis. Ja, voor een reis ook. Voor een reis moet je dat ook. Kun je ook offertes opvragen. Die moet je allemaal meesturen. Zonder offertes wordt het niet gehonoreerd. Echt heel belangrijk. Nou ja, en dat, bij mij was het vrij eenvoudig. Want het was het gewoon zo. En ik heb de reiskosten gewoon betaald van de tegemoetkoming tijdsinvestering. Want die was al zo ruim dat, dat ik het daar makkelijk van kon betalen. Oké, tot slot. Wat moet je doen bij een afwijzing? Eerst je wonden likken, ga huilen, stil in een hoekje. Ga schelden vooral op, want dat lucht erg op. En daarna, kun je dan nog een bezwaar aantekenen tegen de beslissing? Bij sommige fondsen kan dat niet, maar bij het Mondriaan Fonds kan dat wel. En ik heb in het verleden ben ik natuurlijk ook, heb ik ook afwijzingen gehad, zeker in het begin van mijn loopbaan. Ik heb tot 5 keer toe, na een bezwaar, alsnog een beurs gekregen. Maar je hebt daar wel een paar dingen voor nodig. Ze raden altijd aan dat je de motivatie van de commissie opvraagt. Dat staat ook in de brief dat je dat kunt opvragen, dan krijg je een korte motivatie waarin wordt beargumenteerd waarom je bent afgewezen. Als je dat leest, word je heel depressief. Dus daar moet je je wel op voorbereiden. Een mogelijk argument waar je bezwaar is dat je werk via digitale reproductie niet goed te beoordelen valt. Dat belangrijke tactiele kwaliteiten van het werk verloren gaan. Of dat de interactie, spanningsopbouw van de performance verloren gaat. Dat soort dingen. Je kunt dan vragen om een atelierbezoek. En als je een bezwaar indient en vraagt om een atelierbezoek, Dan wordt dat best regelmatig gehonoreerd. Wat wel heel erg helpt bij een bezwaar is dat je een steunbetuiging kunt meesturen van iemand uit het werkveld. En het liefst ook iemand die er een beetje toe doet. Dus dat kan een oud docent zijn als het een bekende kunstenaar is. Als je bijvoorbeeld een afwijzing voor een werkbijdrage Jong Talent hebt gekregen. Of een criticus of een curator die ooit met je hebt gewerkt. Directeur van een kunstenaarsinitiatief. Of als je heel gelukkig bent, een museumdirecteur. Ik heb een keer gehad dat ik net had meegedaan aan de tentoonstelling Panorama 2000. Die het Centraal Museum in Utrecht organiseerde. En ja, mijn werk werd gezien als een van de topwerken in die tentoonstelling. Toch werd mijn aanvraag daarna afgewezen. Toen heb ik bezwaar aangetekend en toen heeft Charles X, de toenmalige directeur van het Centraal Museum, steunbetuiging geschreven. En toen zijn ze op atelierbezoek gekomen, toen heb ik het alsnog gekregen. En ik heb het ook eerder gehad,
of later nog een keer gehad. Ik had een tentoonstelling in de Pont. Ik vroeg een projectinvestering aan. En die projectinvestering werd afgewezen. En toen heb ik geschreven dat ik heel erg in mijn belang geschaad was. Dat die projectinvestering was afgewezen. Want dat ik werk voor die tentoonstelling in de Pont moest gaan maken. En toen heeft de directeur van het Mondriaan Fonds gewoon een streep door die beslissing gehaald. En heeft gezegd, nee, dit is zo belangrijk voor die kunstenaar. Die moet dat gewoon kunnen maken. Die moet dan werk kunnen maken voor die tentoonstelling. Dus ja, het loont echt af en toe de moeite als je wordt afgewezen om bezwaar te maken. Nou, hoe ga je ermee om wanneer een commissie op atelierbezoek wil komen? Want als je net een aanvraag hebt gedaan, hè, en je bent afgewezen en je hebt bezwaar gemaakt en dat is gehonoreerd en ze komen op atelierbezoek, nou, de zenuwen gieren door je keel, je bent gewoon dood nerveus. Heel belangrijk. Voer zelf de regie. Je hebt niks te verliezen. Je hebt alleen te winnen. Maar je moet zelf de regie voeren van het bezoek. Zorg dat de commissieleden bij binnenkomst niet meteen al heel veel werk zien. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van het werk wat je maakt. Want stel dat je bijvoorbeeld grote installaties maakt. Ja, dan is het logisch dat ze een grote installatie zien. Haal lekkere koekjes in huis, want je moet ze tenslotte ook een beetje paaien. Dat is ook heel belangrijk, dat ze zich lekker op hun gemak voelen en welkom voelen. En klinkt misschien heel stom en belachelijk, maar het werkt gewoon wel. En het is in jouw belang dat je alsnog die beurs straks krijgt. Nou, ruim je atelier een beetje op, dat het niet meteen een teringzooi is, maar sla ook niet door en maak er geen steriele ruimte van. Bereid voor jezelf de volgorde voor waarin je de werken wil laten zien. En toon die één voor één en berg het daarna ook weer op. Weet je, dat zijn allemaal dingen die ik aangeef om te laten zien hoe je zelf de regie kunt voeren in het gesprek. Je moet er ook van uitgaan dat als je zo'n atelierbezoek krijgt, dat je het zelf moet doen. Want die commissieleden die krijgen namelijk de opdracht mee dat ze niets mogen laten merken van wat ze van het werk vinden, om geen valse verwachtingen te kweken. Want het is wel eens gebeurd dat de commissielid enthousiast reageerde en dat iemand later alsnog zijn beurs niet kreeg en toen een brief schreef van ja, en op mijn atelier deed hij zo enthousiast. Als commissielid krijg je de opdracht, je mag niks laten merken van wat je van het werk vindt. Alleen jezelf informeren. Als je zo'n commissie op bezoek krijgt, krijg je niet alle leden, je krijgt twee leden op bezoek. Ze komen met z'n tweeën en die brengen later verslag uit aan de rest van de commissie. En daar volgt dan alsnog een beslissing uit. En dan wens ik jullie veel succes. Dan hoop ik dat dat ook allemaal zo gaat lukken. Dat jullie jezelf daarna kunnen gaan trakteren op lekker uit eten of zoiets. Want dan moet je natuurlijk wel gaan vieren dan. Dat doe ik ook altijd. Het gaat altijd vieren als ik zo'n beurs krijg. Want het is een enorme zak met geld. En het schept enorm veel mogelijkheden. En mijn buurman Ralf de Jong is een kunstenaar. Die heeft een werkbijdrage Jong Talent gekregen. En zijn vriendin is afgewezen. En je ziet het heel erg bij het verschil tussen hun twee in de manier waarop ze een start hebben kunnen maken. Dus ik kan jullie echt aanraden om hier, om als je dit wil doen, als je een werkbijdrage Jong Talent wil aanvragen, zet er vol op in. Als je net een jaar bent afgestudeerd, dan kun je, als het wordt afgewezen, later nog een keer aanvragen. Het valt mij wel op, omdat, weet Lola ook, ik word elk jaar door het Mondriaan Fonds gevraagd om rondleidingen te geven bij prospects en concepts. En dan word ik ook gevraagd voor de effectmeting om te kijken naar
ja, hoe de kunstenaars het doen in hun praktijk, of ze veel tentoonstellingen hebben, allemaal dat soort dingen. En het valt me op dat kunstenaars die niet meteen een jaar nadat ze zijn afgestudeerd, maar bijvoorbeeld 3 jaar nadat ze zijn afgestudeerd, een beurs aanvragen, dat eerder gehonoreerd wordt, omdat je dan net wat verder in je carrière bent. Je hebt net wat meer tentoonstellingen op je cv, je hebt net wat meer ervaring, wat meer werk gemaakt. Je werk is weer wat losser van die academietijd gekomen. Je hebt weer wat meer je eigen taal gevonden. Beeldende taal dan, hè. Dus dat wil je toch ook meegeven dat je daar ook over kunt denken. Als je een baantje hebt en het gaat wel en je bent lekker bezig, dan hoef je natuurlijk niet meteen zo'n beurs aan te vragen. Je kunt ook voor jezelf besluiten, ik wacht nog heel even. Ik weet niet hoe dat zit als je een master hebt gedaan. Want volgens mij weet ik niet of dat... Ik weet dat... Ik ken iemand die zit op de ateliers. Die moet meteen aanvragen nadat ze klaar is. Want anders is er geen mogelijkheid meer. Dus. Nou, dat was mijn lezing. Heel veel succes met jullie werk verder. En met het overleven als kunstenaar. Het is de moeite waard. Ik doe het al jaren. Yes, ciao. Thank you. Ja, dank je. Doei.